Zo, ik ga dus nu met mijn telefoon verder, want mijn camera zit vol. En dat is dus balen. Hey allemaal, goedemorgen. Het is vandaag de derde dag. En we gaan vandaag naar huis toe. Dus ik heb wel zin om naar huis te gaan, aan de ene kant al een beetje. Ja? Heb jij zin om naar huis te gaan? Een klein beetje. Nou, ik heb er wel zin in. Dus alle seksen zijn gewoon, we hebben dingen bezocht die we wouden bezoeken. Dus ja, dus we gaan. Nou, het is pas, we gaan vandaag met de trein naar het vliegveld. Dus we. Ja, dus we gaan met de trein. Maar het vliegveld. Extreem stiekies. Fijn om te weten is. Oh, en ik heb ook nog. Maar dus we gaan met de trein naar het vliegveld. En dat hoeven we pas om in de avond te zijn. Dus we gaan wel met de trein. Maar we stoppen dan op bepaalde plekken om die plekken ook te bekijken. Zodat we in ieder geval nog wat kunnen zien. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen vandaag. En ja. Dan zien we jullie verder op deze vandaag. Doei! Meneer Pigeon. 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 Kijk daar, hij loopt voor me weg. Kijk, en dan is hij weg. Hij lijkt van fuck this shit aan mout. Ik ben er ook. Hallo. Kom er nou ook. We zitten nu in de trein onder Victoria toe. En als we daar zijn, wat gaan we dan? We gaan even kijken. We hebben tijd genoeg, dus we kunnen even kijken wat er doen is in de buurt. En dan straks nog iets moeten eten. Ja, 4,5 euro op hier. Ja. Oké. Dat niet echt, nee. Het is druk in Londen, Victoria. Maar dat is te verwachten. De Amsterdam is ook normaal druk, dus... Ja, we kunnen doorstappen. Ja, ik wil door! Kijk, we kunnen niet eens. Heel slecht geregeld dat. Ja. Dus ik ga gewoon midden op de weg staan. Predator! Oh lol, dat is een film. Predator, kijk dan. Beter op Predator, ik weet niet hoe het uitziet. Ik heb ook kleuter achter die. Koning Pap. Leuke Pap. We hebben er volgens mij de ingang van Buckingham Palace gevonden. Ja. En we liepen dus waar die shop waar we dus net in waren, was dus de gift shop van waar je uitkomt van als je in de tour van Buckingham Palace gaat. We zagen dus net ook de rij en we dachten van nee, doe maar even niet. Dit keer. Nee.
Dus volgende keer kunnen we misschien eens een keer met opa en oma dan samen mee. Kunnen die mee. En dan gaan we met z'n allen nog eens een keer naar de Buckingham Palace tour doen. Ik denk dat ze dat ook wel leuk vinden. Maar kijk, we zijn dus nu aan de voorkant bij de poort. Moet je kijken. Oh, kijk, daar is de poort van de Buckingham Palace. Kijk, oh my god, kijk eens hoe groot dat is. Oh, wauw. Kijk dan. Ja, dit zijn ze niet hoor. Oh ja, maar dit is niet altijd. Nee, dit is niet. Tegen de wind staan. Wij staan nu bij Buckingham Palace. Kijk dan. Moet je daarop gaan zitten, jij? Ik zit wel lekker. Vandaal. Maar kijk eens op de achtergrond van Buckingham Palace. Dat is toch best vet. Maar ik moet zeggen, ik word wel verblind door de zon. Ik niet meer. Bij boeien Isa gewoon niet. Het Isa is vervelend. Papa en mama staan daar beneden. Dus ja. Dan moet ik kijken dat beeld dan. Dat is toch wel best wel zo vet. Hoe dat er mooi hoe dat eruit ziet, gauw op beeld. Dat is maar ook best groot hoor, dat is niet normaal hoe groot dat is. Dus ja, hey, kom, gaan we terug naar papa en mama. Kom. Yo, gaan we naar beneden. Gaan we verder kijken. Zo, we zijn nu overgestoken, maar daar hebben we nog steeds Buckingham Palace op de achtergrond. Dit is zo awesome, stand op reis, jee. Jee, jee. Oké, waar gaan we nu heen? We lopen langs deze kant, oké, zien we wel. Oké. Niet te ver weg van de weg. Het is te verwachten, maar het is wel absurd druk bij Buckingham Palace. Ik vind het wel meevallen. Meevallen, ik vind het wel absurd druk. Het is druk, maar... Een normale doorleven dan. Ja. Ik denk dat in de zomervakantie het druk is. Ja, ja, oké. Als ik heel eerlijk ben, ben ik toch wel blij dat we dit te zien krijgen. Ja. Sowieso voor vandaag. Want ik had het niet verwacht dat we het zouden zien, maar het ligt toch aardig dichtbij Londen Victoria. Ja, mee eens. Bij het station. Nou, we hebben toch nog wat moois gezien, toch? Ja, precies. Ik had dus een vermoeden, want die straat wordt niet voor niets groter genoemd. Ja, ja, klopt. Dus nou, we gaan verder en kijken waar we uitkomen. We hebben nog wat gevonden. Dit is volgens mij de Eerste Wereldoorlog. Eerste? Ja. Oh, dat is een memorial van de allereerste wereldoorlog. Even kijken. En het toe. Got a memorial. Tweede Wereldoorlog. Oh, added staat er. Hij is toegevoegd, die paneel. The Great War is het eerste. Ja. Dus die paneel, het is eerst voor de Eerste Wereldoorlog, maar daarna hebben ze hem dingen toegevoegd voor de Tweede Wereldoorlog. En hier hebben we volgens mij ook nog. Eerste en Tweede. Ja. Het komt er al voor de Eerste en hebben we later de Tweede Wereldoorlog. Oh, dat zijn volgens mij namen, man. Ja. Oh, ja. Wat is dat? Zijn dat? Volgens mij zijn dat namen. Ik
Oh wow. Oh wow. Dat zijn achternamen van mensen en voornamen. Wow, maar dit zijn dus allemaal namen. Maar moet je serieus kijken hoeveel, hoe lang het is. Dit zijn allemaal in het klein allemaal namen. We moeten kijken, wat is Isa? Dat maakt ook niet uit. Whatever burden you are to carry, we also shoulder that burden. Australia and United Kingdom, eerste en tweede. Ja. Dus de, ook van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar dan volgens mij met alle namen erop. Het spreekt me wel echt aan dat hoor, hoe voor de oh, ja. Indrukwekkend. Ja, maar dat zijn echt ook zoveel. Ja. Wow, dit, het is een heel Memorial Bor, en daar staat er ook nog, en daar staat ook nog ergens wat. Het is echt, echt veel, en daar staat ook nog een beeld voor de Wereldoorlog. Maar, de, maar Engeland was ook een main target volgens mij. Dit is Green Park. Ja, hij pak in ook. Entry. Don't enter. Yes, gevonden. We moeten alleen de juiste trein hebben naar Heathrow Airport. Ja, die terminal 5. Oh wow. We Alleen als we de goede in de trein nemen. Dus kijk. Nee, Heathrow komt er voor 2 minuten, staat er. Ja, Heathrow. Hoe weten we nou dat dat ook dient? Hè? Dat staat daar. Oh, dat staat erop. Kijk dan. Ik wil nu ook kijken. Dit is echt zo'n zo'n Amerikaanse ondergrondse ding. Dit is net iets van waar de Ninja Turtle zo doorheen rennen zou. Dat is wel grappig, want als je een Ninja Turtle was, dan zou je daar in het riool, daar leven. Daar. We zijn dus nu uitgestapt bij de. We zijn. Hoe moet je piepje aan met die? Waar zijn we nou? Hounslow West zijn we nu. We zijn nu bij Hounslow West. Wilde iemand een tiktakje? Ik wil een tiktakje. Ja. Ja. Jezus, wat was het krap in die trein? Zo, waar heb je dat? Ja, maar geen wel. Heb je vis nog nadat we naar. Daar zit ik op. Maar nadat we uitstappen, hoorde het van even maar uit de tunnel kwam. Dus was het, het was wel een stuk minder, maar dat was nog wel een stuk meer. Dus ja. Dan gaan we dus naar Heathrow, terminal 1, 2, 3 en 5. Dus we moeten nu bij terminal 5, dus de allerlaatste, dus die kunnen we niet missen. Het schijnt erg groot te zijn, dus gaan we dus gelijk stil. Dan is het waarschijnlijk groter dan Schiphol. Want... Ja. Volgens mij wel, ja. Wauw.
Blueberry ben benieuwd. Muffin. Ben benieuwd. Hoe laat is het? Ja, dat doen. Mama! Oké, dat is beter. Mama, ik heb wifi, maar hij verbindt niet. Nee, dat heb je een beetje, hè? Laat. Ik moet kijken of ik reacties heb. Hij doet ze niet. Doe niet zo pieper. Piep, piep, piep. Ja, je bent verschrikkelijk. Echt waar. Zo, we weten niet waar we heen moeten. We op dit moment dus gaan wachten tot het eerst dat onze vlucht op het bord komt. En dan kijken we verder waar we heen moeten. Dus ja, kijk ernaar uit om in huis te gaan. Yeah. Jennifer Lawrence. Wat is dat voor Jennifer Lawrence? Jennifer Lawrence. Mama, die klopt niet. Jennifer Lawrence. Ik krijg een bericht van Bob. Kijk. Oh, dat is Jennifer Lawrence. Ja, ik ben wel. Kijk, hoe toevallig. Hoe toevallig dat je die Harry Potter shop dan bij de... net voor heel op de vliegveld gaan. Dat is wel grappig. Dus we gaan even kijken. Oh, dat zijn zo'n zegels. Oké, dat hoe vet is dat? Dat is een echte zegel die je dan erop kan zetten. Dus voor als je een brief wil versturen, kan je echt zo'n zegel maken. Ja, daar zit zelfs kaarsenvet bij. Kaarsvet, kaarsen. Om die wasse zegel te maken. Oké, ik heb ook het weg. Die Hedwig zijn wel vet. Die Hedwig. Oh my god, ze zijn zo man. Oh, je hebt even een Dobby. Even kijken wat zou Piper van Dobby denken. Of Nala of zo. Wat zou dit dan doen? Ik zou het grappig vinden als Nala echt de op Piper gestort van bent. Echt waar. Oh, ik ga dus nu met mijn telefoon verder. Want mijn camera zit vol. Dat is dus... Ze beginnen nu eindelijk met boarden, dus we wachten nu totdat we eindelijk aan de beurt zijn. Want we zitten groep 5 en groep 4. Groep 1, 2 en 3 mogen nu in de rij gaan staan, maar wij dus nog niet, want we zijn nog nu volgens hun niet belangrijk nog genoeg. Het komt omdat we voorin zitten. Nou, ik wil eigenlijk zeggen. Ik ben de belangrijkste. Nee, dan kom je achteraan. Wij zitten in groep 4, dus we zitten vooraan. Schrik, maar ik wil eigenlijk groep 6. Ik heb 7B. 7F. 7F. F. Ik heb 7... C. C. Dus ik ben er. D. Yes! Gaan we! Here we go to the plane, ja. Oh kijk, daar staat het vliegtuig. Super fair, we moeten... Dus schandalig. Nee, kan echt niet. Ik ga kletsen, jongen. Ik ga gewoon zo naar huis gaan. Dan gaan we buiten weer naar huis gaan. Nou, het is altijd fijn om weg te gaan. Ik wil ook altijd een fijne tijd te gaan. Yes. Let's see.
Ja, ik loop op. Oh my goodness. Ze is helemaal daar. Kijk daar helemaal. Nou, ooit bijhouden. Onze rolkoffer, wel die rolkoffer. Het is onmogelijk zo om ze bij te houden. Mam, we redden het nooit. Een horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Hoppa. Yes, we're back. We zijn weer terug in Nederland. Halleluja. Zo, wij zijn dus nu door de douane heen. Oh, hij neemt die op. Sorry. Oh, hij nam melk. Hou op, Yves. Nou, wij zijn dus officieel toch in Nederland. De douane duurde een beetje lang. Een beetje. Ja, ik moet zeggen. Er zat een vrouw voor ons die niet helemaal... Die man twijfelde een beetje over haar paspoort, maar ze mocht uiteindelijk wel verder. Maar hij nam wel goed de tijd daarvoor. Dus we gaan dus nu naar Laura toe. En dan gaan we naar huis. Zo. Ik ben weer in mijn eigen auto. We zijn in Nederland en we zijn naar huis gebracht door Laura. Dus ik ben hartstikke blij dat ik weer thuis ben. Dus ik ga nu naar huis toe. En dan ga ik hopen dat er een plek is. Ga ik parkeren en dan duik ik mijn bed in. Dus ja, ik ben hartstikke blij dat ik weer thuis ben. Ik moet zeggen, het was een heel leuke ervaring Engeland. Wacht, oh. Engeland was een hele leuke ervaring. Dus sowieso. We gaan sowieso een keer terug. Om meer te kunnen zien. En het was hartstikke leuk. Ook Harry Potter. Het was super vet Harry Potter. En Buckingham Palace hebben we gezien. En dat was ook heel cool. En ja. Het was echt heel leuk. Ook al was het maar voor een paar dagen. Het voelt alsof het echt veel langer was. Maar ja, het was maar een paar dagen. Dus het, maar alsnog, het was leuk, echt leuk. En ja, ik ben blij dat ik het heb kunnen doen met mijn ouders. En mijn Isa, mijn zusje. Dus ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor het kijken. En ik hoop dat ik in de toekomst meer van deze dingen kan maken. En echt meer deze reizen kan maken. Of van deze leuke video's waar ik ook mooi kan terugkijken. Want dit is echt iets, het was een hele leuke reis. Dus ik wil jullie allemaal... hartstikke bedanken voor het kijken. Geef deze video een like. Als je wilt dat ik zulke video's blijf maken. Laat een reactie onder wat jij van de afgelopen drie vlogs in Engeland. Wat jij het leukste ervan vond. Laat het weten, dat weten in de reacties. En dan wil ik je toch nog een keer bedanken voor het kijken. En toedels. Doei doei.